Wij, het PBL, zijn gevraagd door het kabinet, de minister Wiebes en het Klimaatberaad, de voorzitter daarvan, de heer Nijpels, om die plannen door te rekenen om te kijken of die CO2-reductie in 2030 wordt gehaald. Onze hoofdconclusie is, er kunnen grote stappen gezet worden. Wij komen uit op tussen de 31 en 52 megaton. We moeten richting 49 megaton reductie. Maar tegelijkertijd geeft die bandbreedte al aan dat er ook veel onzeker is. En nu is dus tijd voor politiek en beleid om keuzes te maken. De conclusies, onze conclusies, vertonen dus grote bandbreedtes. En wat ik wil benadrukken is dat die bandbreedtes niet zozeer te maken hebben met onze modellen, maar die bandbreedtes die hebben te maken met de onzekerheid in de vormgeving van de energietransitie. Die onzekerheid heeft te maken met de instrumentering, de uitwerking van de beleidsinstrumenten zoals die er nu liggen. Die onzekerheid heeft te maken met hoe gaan burgers en bedrijven straks op de plannen reageren. De onzekerheid heeft ook te maken met wat er gebeurt met de energieprijzen, wat gaat er gebeuren met de CO2-prijzen. En wij roepen dus iedereen op om zich tot die onzekerheid te verhouden. Dat geldt zowel voor de politiek en het beleid als voor het Klimaatberaad. Hoe kunnen burgers comfort krijgen in de dilemma's waar zij mee geconfronteerd worden? Als ik straks mijn gasketel moet vervangen, waardoor moet ik die dan vervangen? Hoe kan ik mijn huis duurzaam maken? Wanneer kan ik beginnen met de aanschaf van een elektrische auto? Kortom, er zijn veel dilemma's. En volgens mij staan nu vooral politiek en beleid ervoor om richting te geven aan hoe we met die dilemma's dadelijk moeten omgaan.